target stellen. Het is een mannelijke manier van doen. Ik heb er helemaal niks mee. De vraag die kreeg ik van een van onze lezers over het stellen van doelen. Zij stelde van, oké, ik wil eigenlijk doelen stellen. Waar wil ik naartoe met mijn bedrijf? Wat wil ik behalen? Onder andere qua jaaromzet. Maar tegelijkertijd voelt het stellen van doelen totaal niet meer niet goed eigenlijk. Want ik wil gewoon doen wat nu goed voelt. En helemaal niet per se streven naar allerlei hoge doelen. Wat is dan het eerste wat in jou opkomt? Dat de vraag stellen het antwoord al geeft. Dus het is geen probleem. Ze weet al wat ze eigenlijk wil. Ja, dus je zegt, dus, er zit dus eigenlijk weg een stukje... met die doelen. Ja, dus wat er eigenlijk in zit, is heel erg dat ze toch wil doen wat hoort of zo. Omdat ze is aangeleerd, verteld, je hoort doelen te stellen. Yes. Het is een mannelijke manier van doen. Target stellen. Ik heb er helemaal niks mee. Ik heb het heel veel over kloppendheid. Of ik gebruik vaak muzikale termen. Dus waar het om gaat is dat die gitaar goed gestemd is. Op een gitaar zitten 6 snaren. Je zou 6 elementen kunnen verzinnen. En als je een akkoord aanslaat, dan hoor je vrij snel of het akkoord klopt. Dus wat zou het doel moeten zijn? Dat het akkoord klopt. En ik vind het altijd heel lastig om dingen in losse brokken te zien. Dus heel veel mensen die hebben zoiets van werk, gezondheid, relaties, woonomgeving enzovoorts. Alsof dat allemaal losse brokken zijn. Maar voor mij vloeit het gewoon voort uit mijn zo zijn. Dus uit mijn stemming of kloppendheid of whatever hoe je dat wil noemen, volgt een bepaalde financiële situatie, een bepaalde sociale context, een bepaalde woonomgeving, al dan niet een relatie enzovoort. Dat volgt daaruit. En dan hoef ik dus helemaal niet in de gaten te houden wat al die losse dingetjes doen en of ik daar de targets wel haal. Ik hoef alleen maar te blijven luisteren en kijken en voelen of de stemming juist is. Nou, dat kan van binnenuit beleefd worden of, of de stemming wel of niet juist is. Of door signalen uit die zogenaamde buitenwereld, waarbij je blijkbaar even een snaar moet corrigeren. Maar om te gaan zeggen, ik moet per se 50.000 of 100.000 of 1 miljoen per jaar gaan halen. Voor wat? Ik vind dat altijd een hele vreemde manier van doen. Het voelt niet organisch. Ja. En kun je je voorstellen dat om dus een bedrijf te leiden, je hebt ook kosten. Dus om die kosten te kunnen betalen, zul je ook een bepaalde omzet weer moeten behalen om aan die kosten te kunnen voldoen. Dat daar dus wel ergens nog een bepaalde druk misschien voelbaar is van, maar het is wel ergens nodig om een bepaalde omzet te halen. Ja, dat is ook het zin. Ik heb meer zoiets van, ik doe wat ik doe en als daar voldoende mee verdiend kan worden, nou, dan heb ik mazzel. Mocht dat niet zo zijn, dan moet ik iets anders doen of iets bijstellen inderdaad. Maar het gaan forceren naar het moet zoveel opleveren, dat lijkt me gewoon heel raar. Ja. Het werkt namelijk oneigenlijkheid in de hand. Dan ga je misschien ja zeggen op opdrachten waarvan je weet dat het niet bij je past of dat je het niet fatsoenlijk kunt afhandelen of je gaat met een partner, een zakelijke partner of anderszins in de zee waarbij je het idee hebt van dat moet ik eigenlijk niet doen. Dus als de targets te belangrijk worden, dan loop je gewoon het risico, ik geloof niet in een ziel, maar om het zo te zeggen, dat je je ziel verkoopt. En dat lijkt mij te kostbaar. En dan gebruik je net een heel mooi woord, oneigenlijkheid. Ja. Wat betekent dat? Ja, dat is een term van Martin Heidegger en ik vond hem altijd heel erg mooi. Dus je hebt dingen die eigenlijk zijn, dus natuurlijk of passend, zou je kunnen zeggen. En dingen die oneigenlijk zijn. Dus dat zijn dingen waarvan je heel goed weet eigenlijk dat je die niet moet doen, maar je doet ze toch om een of ander iets voor elkaar te krijgen of te forceren of je gelijk te halen of de centen binnen te slepen. Maar om die term terug te halen, het klopt gewoon niet en je weet het. En dan leef je tegen beter weten in. In extreme situaties kan dat. Ik bedoel, als het oorlog is,
Dat is overmacht. En dan kan het zijn dat je verrast staat over wat je doet om te overleven. Maar dat zijn extreme situaties. Een bedrijfje, laten we wel zijn, geen enkel bedrijfje is heel belangrijk. Mijn werk is niet zo heel belangrijk. Sterker nog, ik ben niet zo heel belangrijk. Dus, en zeker niet als ik oneigenlijk ben. Dus die kunnen we ook weer heel mooi terughalen naar wat je aan het begin zei, van dat het antwoord van die vraagsteller zit er eigenlijk al in, omdat ze zelf al eigenlijk al aangeeft, het klopt voor mij niet. Ja. Dus dat zit heel erg op voel of dat het klopt, of dat het dus dat eigenlijk is. Als haar vraag dus anders was geweest, nee wacht, laat ik het zo zeggen. Wil je dus ook zeggen, want aan de ene kant hoor ik je zeggen, het stellen van doelen is eigenlijk gewoon niet zo, zie ik zelf, doe ik zelf niet, want ik check gewoon continu of het klopt. Maar wat dus als voor mensen het stellen van doelen dus juist heel erg misschien bevrijdend voelt, omdat dat ze richting geeft, omdat ze dan weten waar ze naartoe moeten, dan zou je zeggen, het klopt dan dus wel. Ja, exact. Dus vanuit de theorie van eigenlijkheid of kloppendheid kun je nooit zeggen dat er ook maar iets is wat voor iedereen altijd geldt. Het slaat nergens op. Dus sommigen, kijk, anders. Soms komt er iemand bij mij en in mijn spreekkamer gewoon voor een individuele sessie en ik luister naar het verhaal en wat er zo speelt. En dan zeg ik van, je zou eens wat doelen moeten stellen. Of, get a job, why don't you? Je zit de hele dag maar thuis boeken te lezen en een beetje, ja, ze noemen het mediteren, maar het is vaak geen meditatie, maar medicatie. Van, ga eens iets doen, stel je eens bloot aan feedback. Zorg eens dat je over 3 maanden fatsoenlijk gitaar kan spelen, iets. Zodat je energie een beetje gefocust wordt. Bij een ander die zich helemaal verstrikt heeft doen raken in het stellen van doelen of in een graaien naar veel geld of veel aanzien, daar ga ik precies de andere kant op. Van wat ben je zonder je doelen? En waarom ben je zo onzeker dat je externe dingen nodig hebt? Waarom zoek je jezelf waar je niet bent? Dus het hangt van het individu en van de context af wat een zinvol advies kan zijn. Dus voor mij nogmaals is er nooit een altijd dit is altijd goed. Het slaat naar, dat is veel te simplistisch. Ja, dus dit gaat heel erg om, van waarom doe je wat je doet? Yes. En we zijn altijd dommer dan we denken. Dus hoe bewust we ook denken te zijn, er zijn altijd onderliggende motieven of tijdgeestelijke ideologieën die gewoon in ons systeem zitten, die we amper in de gaten hebben. Waarom wil iemand überhaupt ondernemer worden, bijvoorbeeld? Wat is dat? Is dat niet voor een deel misschien een poging om aan een of ander gefantaseerd succesmodel te voldoen? Een ouderwets neoliberaal succesmodel? Geld, macht, aanzien. Maar dan op mijn eigen manier. Waardoor het dan nog een soort van, ja, iets lijkt. Er zijn veel vragen te stellen, weet je wel. Ja. Dus ik heb ook al eens eerder gezegd van, de juiste vragen stellen is waarschijnlijk belangrijker dan antwoorden vinden. Want op het moment dat wij een sluitend antwoord hebben, dan vallen we eigenlijk weer in slaap. Dan houden we op met kijken en luisteren en nadenken. Gaat de juiste vraag dan niet altijd om, wat klopt voor mij? En dat kunnen. Nee, want dan ga je er al van uit dat je weet wat die mij is. Ja. Dus voor mij gaat het denken, werkelijk denken, gaat er altijd om een stapje dieper te komen van waar ga ik al van uit. Dus als je begint te zeggen, het moet voor mij kloppen. Of mensen zeggen wel eens dingen in de trant van mijn waarheid. Wat is mij? En dan zitten ze meteen met hun mond vol tanden, want ze hebben geen idee. Of mensen komen aan in een sessie of in een satsang. Ik. Oké, eerste woord. Ik. What do you mean? Wat is dat? Dan weten ze het niet. Nou, als ik het onderwerp van een zin al niet weet, in dit geval ik, dan is alles wat daarna komt eigenlijk onzin. Want ik weet het eerste gegeven nog niet eens wat dat is. Er is hooguit dat wat zit, het observerende of bewustzijn of hoe je dat wil noemen, slaat gade hoe die hands gebeurt. En voor de rest is daar weinig interessants aan.
Hij gebeurt gewoon zo, net als mijn hond gebeurt, of de vos hier die hier rondloopt, of de ree. Die gebeuren gewoon. Maar daar zit geen vaststaande entiteit in die beslissingen neemt of iets dergelijks. There's nobody in control. En zou dat ook niet wellicht ook dan de mooiste manier zijn om, als we het even weer koppelen aan de vraag van het doelen stellen voor je bedrijf, om ook op die manier daarmee om te gaan? Dus wellicht juist, dus inderdaad echt geen nul doelen, maar je staat op 's ochtends en je ziet wat er ontstaat, je ziet wat voor er zover, gebeurt. Voor zover dat gaat, want de droomrealiteit geeft kantlijnen. We zitten hier om 2:30, omdat we kunnen geen gesprek voeren als we allebei maar een keer de Zoom aanzetten wanneer we daar zin in hebben. Dus realiteit dwingt ook om bijvoorbeeld afspraken te maken. Ik moet, als ik satsang wil geven, dingen plannen. Tegelijkertijd van, ik weet nooit van tevoren of een satsang doorgaat of niet. Ik kan ziek worden. Of het is een keer gebeurd dat ik een aanrijding had. En ja, dan heb ik zoiets van, oh, nou, het gaat dus niet door. Je kunt er ook een drama van maken. Als ik denk dat ik een iemand ben en geloof in targets en verantwoordelijkheid en allemaal van dat soort zware dingen, dan is het een ramp als ik mijn afspraken niet nakom. Dus normaliter is dit aangeklede aapje, zal ik maar zeggen, op tijd. Maar er kan wel eens iets gebeuren. Als ik afspraken heb met cliënten, het komt wel eens voor dat ze ziek zijn of een lekker band krijgen. Ja, dan kun je je druk maken en je kunt meteen een factuur gaan sturen. Of je kunt zoiets hebben, oh, dan heb ik een extra uur om te lezen. Het is niet zo erg allemaal, het is niet zo belangrijk. Ja, en zit daar dan wellicht ook niet dus de... Ik vind balans soms zo'n rot woord, maar laat ik het nu even gebruiken. De balans voor dit antwoord qua doelen stellen helemaal dus oké. Okay. Zolang als dus je het niet haalt of het gewoon niet lukt, om wat voor reden dan ook. Het gaat erom, maak je je daar dan heel erg druk om en is dat het einde van de wereld? Of is dat right. Gewoon zoals het is? Ja, exact. Wat natuurlijk altijd het geval is, want de realiteit heeft altijd gelijk. Ja. Yeah. Dus ik kan plannen wat ik wil en ik kan mijn best doen om iets zo goed mogelijk te doen. Of op tijd te zijn of iemand een zo goed mogelijk product te geven of whatever waar ik dan mee bezig ben. Maar of het uiteindelijk gaat of niet, ik ga daar niet over. Plan jij ook hoeveel satsangs je per jaar of het voor het komend jaar zou willen geven? Ik kijk gewoon naar die agenda en dan probeer ik wat dingen in te vullen, zodat er voldoende ruimte tussen zit. Want ik vind satsang geven heel leuk, maar niet ieder weekend. Dus dan ontstaat er op een gegeven moment een soort, nou, hier wel en daar wat. En dan kijk ik daarnaar en denk van, ja, dat vind ik wel genoeg. Ja, precies. En dan kijk ik dus niet naar hoeveel geld het oplevert of whatever. Want dan weet je toch nooit. De ene keer komt er 30 en de andere keer 40 man. De laatste tijd waren er wat omstandigheden dat dingen even wat anders liepen. Dus dan gaat er wel eens wat niet door. Ja, so be it. Weet je wel. Maar het gaat mij vooral om een, als we dat woord willen gebruiken, balans tussen activiteit en vrijheid. Dus waarom vind ik geld leuk? Omdat het me vrijheid koopt. Verder niet. Ik hou van wat alleen zijn, een beetje rondrommelen of met Kasia wat dingen doen en lezen en schrijven. Daar heb je tijd en ruimte voor nodig. Dus dat is ook een oneigentijdsdingetje, denk ik. Dat we zijn allebei ZZP'er, maar wij werken om genoeg te verdienen. Niet zoveel mogelijk. Ik zou veel meer satsangs kunnen doen. Ik zou veel meer sessies kunnen doen, maar dat wil ik niet. Want vrije tijd vind ik erg prettig. Ja, ik moet nu denken aan het tegeltje wat vroeger bij mijn ouders bij de toilet hing. En daar stond op, je leeft niet om te werken, maar je werkt om te leven. Voilà, yes, exact. Dus het is een middel. Het is een middel om je huur te kunnen betalen en dat soort dingen. Het is misschien een middel om waar je in gelooft of wat je belangrijk vindt tot uitdrukking te laten komen. Het is een middel om bezig te zijn. Want aangeklede apen die wij nu eenmaal zijn, kunnen niet de hele dag stilzitten. Dat is niet gezond, je moet toch wat doen.
betaald of niet, maakt verder niet zoveel uit op zich, weet je wel. Dus het is een middel tot, maar het is geen doel. Nou, volgens mij is die dan al heel erg duidelijk waar dit in ieder geval naartoe is gegaan. Als ik het heel eventjes mag samenvatten, dan gaat het dus over wat we net zeiden, doelen stellen of planningen maken, helemaal oké natuurlijk. Maar als het anders loopt, loopt het anders. En ja, sowieso. Punt. Plus dat het een verschil is, daarin de reden waarom je die doelen stelt. Gaat het om meer, 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 meer? Of is het gewoon om goed en fijn te kunnen leven? Zodat je gewoon je kunt doen wat je leuk vindt om te doen. Ja, yes. En nog een dingetje wat opkomt is van, je hebt altijd van die dualiteiten die niet vijandig zijn, maar in feite een soort balans of een schuifmeteltje zijn. Dus we hebben een zekere ordening nodig. Dus planning is bijvoorbeeld ordening. En bepaalde doelen van ik moet dan en dan daar zijn, of dan en dan moet een project af zijn, of dat soort dingen. I get that. Als het te veel naar die ene kant gaat, dan wordt het te veel structuur en het knijpt al het leven eruit. Als het te veel de andere kant op gaat, naar van vrijheid, blijheid, doe maar wat je voor de kop komt, dan krijg je chaos. Dus het gaat er altijd om dat iemand doorheeft, dat hij ziet van waar in een bepaalde levensfase zit dat schuifje, die potmeter zeg maar, op de juiste plek. En daar is nooit een gefixeerd punt, want dat is dynamisch. Maar je weet wel ongeveer van waar voor jou de balans tussen vrijheid en orde, of tussen creativiteit en orde, want chaos is ook creativiteit, van waar dat ongeveer juist is. Ja. Ik heb nu bijvoorbeeld minder zin om heel veel sessies en weekenden enzovoorts te doen dan toen ik begin 30 was. Simpelweg omdat dat 25 jaar geleden had ik meer energie. Misschien ook meer geldingsdrang of whatever. Of enthousiasme. Weet je wel? En nou heb ik zoiets van, als het genoeg is, dan zijn er genoeg mensen bediend voor zover ze gebruik van mij kunnen maken. Ik heb voldoende verdiend om op een redelijke manier te kunnen leven en mijn vrijheid te waarborgen. Oké, genoeg. En hoe dat over 5 jaar of over 10 jaar eruit ziet, dat zal ik wel zien op dat moment. Want ik weet heel goed wat klopt en vrij snel inmiddels. Ik hoor jou dus nou zeggen, ik weet heel goed wat klopt. Je zegt niet wat klopt voor mij, maar gewoon wat. Ja, dit is echt een hele. Dit maakt eigenlijk helemaal niks uit wat ik nou probeer te zoeken. Nou, ik vind het in die zin wel leuk, want inderdaad, het is een onpersoonlijk schouwen. Dus wat die Hans-figuur wil, is maar één van de elementen die de kloppendheid bepalen. Niet alles. Mijn partner is er ook, de woning is er ook, de jonge hond is er ook, de mensen die iets van mij willen zijn er ook. Dus wat Hans wel of niet leuk vindt, of mijn voorkeuren, is één van de elementen in dat hele complexe ding wat constant wordend en bewegend is. Dus het is niet van dat ik zeg zo en bam, bam, bam. Ja, soms. Maar het is een totale context en het is voor mij in feite een onpersoonlijk gebeuren of een symfonie waarbij die Hans-figuur maar één van de partijen speelt. Ja, en zeker exact. Niet de dirigent is. Ja, en dat er dus verschillende facetten, alles wat eigenlijk om je leven heen zit, klopt bij elkaar. Dus het... Ja, in meerdere of mindere mate, want perfecte kloppendheid of zuivere kloppendheid is een illusie. Omdat alles wat vorm heeft is per definitie beperkt. Dus er zitten altijd fricties, er zitten altijd spanningsveldjes en dat is normaal en dat heet leven. Dus op het moment dat het allemaal helemaal zou kloppend zijn in de zin van statisch, dan ben je dood. Ik dus vind zuiverheid ook... kan helemaal niet. Ja, ik denk dat dat ook een hele mooie nog eventjes is, want streven we dat soms niet ook allemaal na, dat het perfect moet zijn, dat het allemaal zonder frictie moet zijn, maar juist die frictie maakt dat, dus dat gevoel van leven. Ja, alleen de dooien hebben geen frictie. Dus daarom schreef ik, en ik dacht een handvol scherven in van mijn boekjes, al van dat we op moeten passen voor de perfectievalkuil. En het doet me altijd denken aan wat een zenmeester ooit zei, van in 100% zuiver water kan geen vis leven. Dus zuiverheid is een illusie en het is gevaarlijk.
ideologische systemen als fascisme en communisten streven zuiverheid na. Religieuze fanaten die streven veiligheid of zuiverheid na. En het is altijd moorddadig. Dus op een klein niveau of op een wereldniveau, zuiverheid leidt altijd tot ellende en het kan niet. Zuiverheid is de ontkenning van leven. Het is muzikaal. Het is altijd in wording. Wat jij bent, er is geen vaststaande jij, maar dat complex gebeuren wat jij bent is constant in wording. Niets is ooit af. En als we dat doorhebben, dan gaan we gewoon veel losser in ons vel zitten. Alles is constant in process, of zoals Nietzsche zei, alles is immer wordend. Alles wordt, dus wat ik mijzelf noem is wordend, en die zogenaamde wereld om mij heen is constant wordend. Dus gaan zeggen van, dit is absoluut goed, of absoluut zuiver, dat is gewoon kletskoek, dat kan helemaal niet. Ja. Dit geeft ook... Volgens mij is het er ook een hele mooie voor mensen om te kijken als je even een moment hebt dat je in de spanning zit of in de druk zit van dat dingen goed moeten lopen, dat projecten goed moeten lopen, dat alles goed moet gaan. Ha, wat een rust, hè? Als dat niet hoeft. Ja, exact. Waarbij nog komt van wat is goed precies. Ja. Dus ik zeg vaak in een satsang of als ik een sessie doe van ik heb geen idee wat een goede satsang of een goede sessie is. Is een goede sessie als degene blij de deur uitloopt? Of juist als die gefrustreerd de deur uitloopt? Of dat die één ding heeft ingezien? Of drie? Ik ben maar één factortje in het leven van die persoon. Er zijn miljoenen factoren waar die uit bestaat en die op hem inwerken of op haar inwerken. En dan zou mijn sessie doorslaggevend zijn en van vreselijk groot belang, zodat ik heel goed op moet letten om mijn best te doen. Of hier, mijn best doen om een zo goed mogelijk gesprek. Wat zijn de criteria? Ik heb geen idee. Dus ik stap daar gewoon in feite op een muzikale manier. En we gaan wel zien wat deze improvisatie wordt. Het is een beetje jazz. En geen idee. En ik weet niet wat goed is. Ik weet wel wanneer het een sfeer geeft van het is kloppend of interessant. Of het loopt. En of we het idee hebben dat wat we tegen elkaar zeggen een beetje landt. Dan is het goed genoeg. En wat er verder van komt, ik heb geen flauw idee. Ja, mooi. Zo lukt het mij ook steeds meer om het te doen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat... Tijdens mijn opleiding journalistiek was... Ik heb ongeveer 4 jaar gedaan en nog langer. Want dat gaat dus bijna een continu proces. Maar een van de belangrijkste lessen voor mij was... is in het begin zat ik continu in mijn hoofd... Oké, wat is de goede volgende vraag? Wat is de volgende vraag? Wat is de volgende vraag? Waardoor je compleet niet meer aan het luisteren bent naar de ander. En ik denk haast dat daar misschien al wel een beginnetje is gemaakt in... het leren herkennen van gedachten die je hebt. Omdat je... Dat is echt een proces geweest om dat aan de kant te kunnen zetten. Niet inderdaad te hebben over wat is nou de goede vraag om dadelijk te stellen. Maar gewoon er zijn. Yes. Punt. En je ziet wel wat het volgende is wat in je opkomt. Ik had net ook niet verwacht dat ik dit zou gaan vertellen. En misschien slaat het nergens op. Misschien landt het daardoor juist wel eventjes bij iemand. En zo ontstaan wel de mooiste dingen. Ja, dat denk ik dus ook. En dan is dus het verstand en het gevoel en de intuïtie en het gehoor, whatever, die zijn allemaal dienend aan de interactie die plaatsvindt. In plaats van dat een van de partijen de controle heeft. Het is een muzikaal gebeuren. Ja. Luisteren, kijken, daarop reageren. Het heeft met sensitiviteit en wakkerheid en dat je kop vrij is. Dan pas kan de reden zinvol meedoen. Maar als ik dus in die zin, of jij, hele strakke targets had waar dit gesprek over moest gaan, dan zit er zoveel inperking in. De kans dat er dan iets interessants gezegd wordt, is bijna nul. Exact, en daar heb je ook weer die schuif tussen chaos, creativiteit en structuur. Volgens mij gaan we hem daar bij houden voor nu, voor deze. Ja, ik vind het prima. Dankjewel. Ik ben dus ook heel erg benieuwd wat dan
je had het er net over, hè, van de ene, of het nou wel landt of dat het niet landt, of dat we iets zeggen wat misschien dus binnenkomt bij iemand. Ik ben heel benieuwd wat mensen hiervan vonden. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar, dus dat gaan we horen. We gaan het zien. Dankjewel. Okay. Dankjewel, Yvonne.